nationaal kampioen. 8 zesdaagse op zijn naam, waaronder de zesdaagse van Rotterdam in 2020. Het spel van Kluge is uitgespeeld. Het zal gaan tussen Heijnen en De Vilder. En De Vilder weer 73 kilometer per uur. 6 ronden op te rijden bij de passage zojuist. Heijnen dat alles geeft. Want daar komt de man van Hotel Ridderkerk. Je zou zeggen dat het niet meer kan lukken. Philip Heijnen aan de leiding. Aan de leiding en de bel van de laatste ronde heeft geklopt. Nog altijd Philip Heijnen, maar daar komt Lindsay De Vilder. Lindsay De Vilder komt te laat. Lindsay De Vilder, jawel. Philip Heijnen! Daar is de verdappering. Daar komt de aanval van Harry Lafrijzen. Ah, Hoogland is op gang. Hoogland is op stoom gekomen. En dan moet hij er naartoe. Dan moet Lafrijzen er naartoe. Zit hij aan het achterwiel? Hij zit aan het achterwiel, maar dan moet hij er nog voorbij. Hé, hier komen we. 72 km per uur. Hoogland wint! Jeffrey Hoogland. Ja, ja, op een zondagmiddag in Rotterdam verslaat Jeffrey Hoogland Harry Lafrijzen. Winnaar Jeffrey Hoogland. Philip Heijnen en Vincent Hoppenzak onderweg. Het heeft lang genoeg geduurd, want de deur van woning gaat open en daar komt Juri Havik. Havik in de herstelmodus en denkt, ik ga achter Viviani aan en Hoppenzak. En ik ga proberen hier wat zaken veilig te stellen. Ze gaan de aansluiting maken en de kapiteins van Rotterdam die juichen mee. En we hebben gelijk weer een nieuwe aanval, want ze gaan weer. De mannen van woning, Juri Havik gaat opnieuw. Kossi Nokki, wat een finale hier in Ahoy. Maar ze hebben de ronde gepakt en ze vliegen door. Ze vliegen door. Niet te geloven! Aflossing! Oh, wat gebeurt er? Is er een aflossing? Dat kost kracht. Dat kost krachten. Hier een fantastische ovatie. De laatste ronde voor Nicky Dijkstra. De allerlaatste ronde voor Nicky Dijkstra. Overwinning van de woning zesdaagse in Rotterdam. Nicky Dijkstra. Juri Havik! De geschiedenis is geschreven, de 39e editie. Nicky Dijkstra, Juri